President Chandrika Prasad Santokhi erkent dat de economische problemen waarmee het land nu wordt geconfronteerd en de invloed en impact van de wereldwijde economische crisis gevolgen heeft voor iedere burger. Dit zegt hij in zijn boodschap in verband met de Dag van Arbeid, die vandaag wereldwijd wordt herdacht. Het staatshoofd geeft aan dat de negatieve effecten zich onder andere uiten in werkloosheid en baanonzekerheid, maar tegelijkertijd ook in een tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren. Ook is hij zich van bewust dat de burgers te maken hebben met een afnemende koopkracht door enerzijds de negatieve koersontwikkeling en anderzijds noodzakelijke overheidsbezuinigingen. En de regering is ervan bewust, ja, dat deze ongewenste negatieve effecten een voedingsbodem vormen voor een toename van de armoede in ons land, waardoor begrijpelijk de onzekerheid ook groeit bij vooral onze beroepsbevolking. En we kunnen ze zien als problemen of als bedreigingen, maar we kunnen ze ook zien als uitdagingen en ook beproevingen. Deze vormen een extra prikkel voor ons als regering om met meer daadkracht te werken aan de verbetering van de welvaart van werkenden met hun gezinnen. President Santokhi zegt dat het proces van herstel en naar groei en duurzame ontwikkeling gestaag loopt. De fundamenten zijn reeds gelegd en de regering zal doorgaan op deze weg. Op basis van de verschillende gesprekken die hij als staatshoofd heeft gehad, is het duidelijk hoe nijpend de situatie is voor onder andere loontrekkers en hun gezinnen. Met name de kosten van levensonderhoud en de achteruitgang in koopkracht staan hoog op de lijst van de zorgpunten. Wij zullen middels dialoog in de verschillende overlegstructuren, zoals de Sociaal-Economische Raad, het tripartiet overleg, als ook in de verschillende ministeriële clusters, meer aandacht aan deze zorgpunten besteden en gerichte oplossingen zoeken en ook vinden. Sociale dialoog met zowel de vakbeweging als werkgeversorganisaties bij streven naar een rechtvaardige samenleving is en blijft een speerpunt van het beleid van mijn regering. In overleg met de sociale partners zullen armoedebestrijding en leefbaarheidsverbetering in de komende maanden de hoogste prioriteit blijven genieten van de regering. Het staatshoofd geeft verder aan dat er reeds een pakket van verlichtende maatregelen is genomen. Om specifieke maatregelen te nemen en programma's te ontwikkelen gericht op duurzame bestrijding van armoede, heeft de regering per maart 2023 de armoedegrens geactualiseerd op het niveau van 5.428 SRD voor een volwassene.